En ben je beleidtafeld? Beleidreploch. Beleidtafeld. Pleidreboch. Dag jou! Kita, Shishao, Biao Podcast. Woeini. Lieve mensen, het is bijna Chinees nieuwjaar. En laat ik bij de Chinees zijn geweest. En ik kreeg er niets. Dit? Maar wat is het nou eigenlijk? Nou ja, laat James van de Kamp Sando net mijn vriend zijn. En laten we gaan vragen om uitleg. Gaan jullie mee? Goeiedag meneer. Zou ik u een paar vraagjes mogen stellen? Nou, hoeveel? Vijf. Waar gaat het over? China. Ah joh. Ai 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 ai. Ai 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 ai. Geef mij mijn nasi goreng en een lumpia. Nou lieve mensen, we zitten ondertussen bij het lekkerste Chinese restaurant van Nederland in ons eigen Katwijk, Kam San. En de eigenaar die komt nu met gezellen om uit te leggen wat Chinees nieuwjaar nou eigenlijk is. En wat we eten met Chinees nieuwjaar en ja, over het nieuwe jaar. Nou, hallo James. Hi, hallo. Hoe gaat het met u? Goed, u ook? Ja. Goed. Leuk, mijn microfoon vasthouden. Ja, goed. Nou, zal ik hem even vasthouden? Oh ja, goed. Oh, ja. Dan gaan we even zo lepelen. Ja, omdat het binnenkort Chinees nieuwjaar is, hebben wij met Podcast een paar kleine vraagjes met, over China. Hoe komen jullie daarbij dan om het Chinese nieuwjaar te vieren? Wij vinden China een heel mooi land. Ja, James, wat heeft u voor lekker eten meegenomen? Nou, we hebben lekker Cantonese dim sum. Is gestoomde hakau en shumai. Dat is heel bekend in China. Ja, lekker dim sum. Ja, dat is lekker. Dat is een soort van Chinese ravioli, toch? Ja, dim sum. Ik denk de hele wereld tegenwoordig is dat bekend soort. Ja, laat eens zien hoe lekker het eruit ziet. Dat is garnalen zitten, gestoomd. En die andere zit er varkensvlees met garnalen gehakt en gevuld met. Nou, lekker, ik krijg wel trek. Oh ja, nou we gaan even eten. Gaan we lekker eten, gezellig. Ja joh, kom op, is een leuke quizzie. Op, want ik nam machine. Ja. Maar James, het is Chinees nieuwjaar binnenkort. Ja, dat is 5 februari, dat is het Chinese nieuwjaar. En in China, cultuur is altijd nieuwjaar. Net zo hier denk je allemaal bij elkaar, familie. En lekker eten. En overdag komen we uit naar de restaurant en gaat zo teamsam eten. Zo gezellig. En ook veel vuurwerk heb ik begrepen in China, toch? 1000 klappers. Ja. Ja, toen wij die tijd in China was het leven nog. En leven China al zo lang geleden, toen die tijd altijd de hele nacht door vuurwerken gestoken. Ja, hoor je hele nacht bla 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 zo en. Ik had je erbij, lekker! Bla 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 zo en. Met de eerste 100.000 ook klappen. Bla 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 zo en. Wow, Aini, betekent ik hou van u. Oh, nou, dat is helemaal super. Ja. En het wordt het jaar van het varken. Ja, klopt. Dit jaar wordt van varken. En dan komt de volgende week, 5 februari, dan van varken. En dit jaar nog. Van, ja, Chinezen zeggen van dit jaar nog van de hond. En nog een paar, 1 week zo. Nog één week in het jaar van de hond en dan van varken? Ja, dat klopt. Dat is van de 31ste. Ja, tot 5. Oké, mooi. Ja, u heeft ook een mooie kalender, zag ik. Die is dan. Ja, je kan wel zo zien. En van varken hier. En dat komt. En die, dat is van hong. Hong is zo draaien. Die hong is. Ja, ze weg als ze varken jaar van komen. Ja. En de jaar voor van de hang is. Van kip, ja. Van kip. Hang en kip, ja. En volgend jaar komt je die. Komt er dat? Ja. En is het jaar van het varken voor u een mooi jaar, denkt u? Nou ja. Het wordt Chinees nieuwjaar. Daar hou we helemaal niet van. Van die, al die apen, van die dingen gebeuren. Voor de draak, want ik ben een draak. Je bent een draak, ja. Je bent een draak, altijd goede, sterke fan. Sterke sterren van China. Is draak de beste die je kan zijn in China? China draagt al die sterkste van de dieren. En meestal betekent ze keizer, zo hard. Weet je wat de hoofdstad is van China? En je dacht Peking. Dat klopt, dat is zee, ja. En welk van de volgende gerechten zijn niet Chinees? Bami Pangwang, sushi of Zuan Chai Dun? Sushi. Eigenlijk alle drie niet, want dit betekent eigenlijk gewoon zuurkool. En Bami Pangwang is Indonesisch. Oh? En Bami Pangwang, dat zijn reepjes carbonade. Oh? Stimmen. Dat is? Hakau. Dat is met de garnalen, toch? Garnalen, ja. Hey, maar James, ja? Hoe lang bent u eigenlijk al in Katwijk? Oh, Katwijk. Nou, februari, dan zijn nog een dag. Volgende morgen, dan ben je al 30 jaar.
30 jaar in Katwijk, dus u heeft ook nog Jos Wiene meegemaakt. Ja, zeker. En Tine Stulp ook nog. Ja, daarvoor was het die burgemeester. Ik ben Benny met de peperpa. Ja, ja. Maar kunt u ook een beetje Katwijks praten over de 30 jaar heen? Ja, ik hoor wel ken goed, maar... Verstaan kunt u, maar praten? Ja, staan we meer dan beter te praten. Ah, maar bijvoorbeeld, bij je besolde krot. Ja. Kunt u dat zeggen, bij je besolde krot? Bij je besolde klok. Ja, ja. En bij je belette effelt? Bij een lettere ploeg. Beleidteffeld. Beleidte ebbo. Wat is dat? Beleidteffeld. Beleidte ebbo. Beleidtafeld. Oh, beleidte ebbo. Ja, ja, ongeveer. Ja. Wat dan? Nou, de Chinezen die hebben toch al die draken en dergelijke. Ja, en het wordt nu het jaar van het varken. Ja? Nou, lekker. Gaat goed? Yes. Ja. Oké, okay, nou. Hey. Proost. Bloos, 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 bloos. Bloos. Ik ken er niks van onze eigen Chinees. Op het nieuwe jaar. Op het nieuwe jaar. Sending Philo. Sending Philo? Sending Philo. Dat is gelukkig nieuwjaar. Sending Philo, James. Philo. Sending Philo. Ja, Sending Philo. Dat is Cantonese dieren. Nou. Niet leuk? Ik heb niks tegen China, maar ik kom het overal teuren. Zelfs zo'n dingetje staat meiden in China. Ik word er gek van. Ja, lekker. Heerlijk. Houdt je goed? Houdt je, dat is een lekker. Houdt je. Houdt je. Weet u dan ook nog wat de nationale slogan is van China? Is dat A, made in China, B, Wei Renimin Fuwu, of C, bij je besolde krot? Bij je besolde krot. Nou, ik denk B. Ja, ik plaat het twee dialecten. Cantonese. Maar of mandarijn, maar Cantonese. Hoos. Aerate it. Warm it up. How's it? That's a 10. En gaat u dit jaar nog naar China? Ik? Nou, weet je nog niet. Maar voor Chinees nieuwjaar? Ook niet, in ieder geval. Maar ja, volgende week. Maar je bent nog... Je moet werken nog. Werken, werken. En dan binnenkort lekker naar China, naar de familie weer. Ah ja, als ik thee heb, dan ga ik even familie bezoeken. Ja. Gezellig. Ja. Nou ja, hey, sowieso heel erg bedankt voor het interview. Chef voor het interview. Ja, oké. Okay. Ja, heel erg bedankt voor het interview. En wij gaan nog even lekker dooreten voor het Chinees nieuwjaar. Ja. En ik wens jullie allemaal een hele mooie jaarwisseling toe. Ja. En... Kom hier, vatsoi. Sorry? Kom hier, vatsoi. Kom hier, vatsoi. Dat is een nieuwjaar wens. Kom hier, chai, hoi. Kom hier, vatsoi. Kom hier, vatsoi. Kong hi fa choi, dat is Cantonees. En dat is Cantonees. Nou, mensen in Katwijk. Kong hi fa choi, ja. Voor lekker voor de mensen in Katwijk voor lekker Chinees eten, voor authentiek Chinees eten. En Cantonees, kom vooral naar James, naar Kamsan, want dat is echt de lekkerste. En ook de Peking eend is hier speciaal lekker. Ja, we hebben goede Peking eend met die voorgerecht. Maar hoe komt u aan de eend eigenlijk? De Peking eend, waar komt die? Ja, waar komt die Peking? Komt die echt uit Peking? Nee, nou, dat is het niet, maar de manier gemaakt. Dat is van Peking. Maar... Ah, het recept komt uit Peking, maar de eend zelf niet. Nee, de eend zelf niet van Peking hier toe vliegen. Maar... Ja. Dank u wel. Heel erg bedankt voor alles. Okay. Ja, ja. En dan in het Chinees zeg je dan dank je wel. Xie xie. Cantonees, bedankt voor het kijken. Oké. Okay. Bedankt voor het kijken en tot de volgende podcast. En gelukkig nieuwjaar. En volgende... Podcast. Oh, volgende podcast. Ja. En is bedankt voor kijkers? Okay. Ja, bedankt voor het kijken. Nou, tot je niet is zout hei. En Sengling Vailo. Tot je niet zout hei. Poekat. Poekat. Ja. Gelukkig nieuwjaar. En Sengling Vailo. Sengling Vailo. Sengling Vailo. Ja. En, super. Oh, yes. Helemaal klaar. Ja? Ai, 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 ai. Geef mij mijn nasi koring en een lumpia. Mijn bami is anders. Het is niet te geloven.